Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Myron en wij zijn wakker geworden met wederom weer een lekker zonnetje. Het is ongelooflijk. Ik heb een paar dingetjes die ik ga doen vandaag die sowieso af moeten. Eén daarvan is grasmaaien. Dat heb ik eventjes uitgesteld, waardoor het gras echt lang is geworden. Maar ja, het is tijd. We gaan grasmaaien. De jondeer die heb ik gisteravond al even aangekregen. Dus dat moet sowieso geen probleem zijn, want eerder hadden we wel eens gedoe met het starten van de jondeer. En voor de rest gaan we het even helemaal strak maken, de tuin. Maar we gaan als eerste eventjes naar de studio toe. Ik heb hier mijn lekkere cappuccino. De boys die zijn een kwartiertje later, omdat een bus niet ging. Dus dan ben ik als eerste hier binnen in de studio en zal ik alvast eventjes de airco aanzetten, want anders wordt het hier weer bloedheet. En dan kunnen ze straks weer lekker aan het werk gaan in een gekoelde studio hier. Ik ga ook eventjes wat dingetjes klaarzetten voor ze, zodat ze zo lekker aan de slag kunnen en dat ze weten wat ze moeten doen. Voor de mensen die niet weten waar ik het over heb, dat zijn de twee stagiaires, Fabian en Dries. Daar moet ik natuurlijk wel altijd werk voor hebben, want ja, ze moeten wel wat te doen hebben. En ze moeten uiteindelijk ook een stageverslag maken. En ik had me op het begin wel een klein beetje verkeken op hoeveel werk het dan alsnog wel kost, stagiaires. Want aan de ene kant denk je van, oh nice, stagiaires, die kunnen je mooi helpen. Maar je moet ze ook wel een beetje begeleiden natuurlijk. En je praat met ze en je geeft ze opdrachten. Dus daar zit alsnog wel tijd in. Maar daar ga ik nu eventjes werk van maken. Maar ik heb eventjes gebeld naar de huisarts voor mijn pols, want die doet nog steeds pijn. Nog steeds evenveel als eerst. Alleen helaas had de dokter nog geen tijd om een verwijsbrief te maken. Dus ik heb eventjes gebeld en de assistente die gaat het even in de gaten houden, zodat ik vandaag hopelijk een verwijsbrief krijg. Want dat moet van de huisarts komen, anders dan kan ik daar niet heen. Omdat ik dan die doorverwijsformulier zeg maar kan laten zien. En als ik dan eenmaal mijn mail open, dan kom ik erachter van oké, het is maandagochtend. Oh, gaan we aan de slag. Let's go! Oei, in één keer heb ik weer een hele waslijst om te doen. Maar daar ga ik gewoon even lekker mee verder, totdat ze binnenkomen. En dan heb ik iets leuks voor de stagiaires. Ik zat namelijk na te denken van, hey, wat is nou handig om te doen? Hoe kan ik dat het beste aanpakken? Kijk, je hebt best wel veel mensen die ergens stage lopen, die krijgen 0 euro stagevergoeding. En nu heb ik sowieso altijd al gezegd, iedereen die hier stage heeft gelopen, je krijgt sowieso een vergoeding. Hiervoor had Sam stage gelopen, die heb ik ook een flinke vergoeding gegeven. Tenminste, flink in de zin van, hij kreeg en stagevergoeding en kilometervergoeding, omdat hij best wel ver weg woonde. Dus voor elke kilometer krijg je dan ook een bepaald bedrag. Dries en Fabian die hebben allebei een OV-kaart, OV-studentenkaart. Dus die kunnen daarmee reizen. Dat moeten ze natuurlijk wel betalen, maar ze krijgen sowieso een stagevergoeding. Nou, dat zijn allemaal papieren, documenten die ze mij moeten geven en die moet ik weer geven aan mijn accountant. En mijn accountant die zorgt dat het in orde wordt gemaakt, zodat ze elke maand uitbetaald krijgen. Maar toen zat ik na te denken van, wat kan ze nog meer motiveren? Dat als ze aan het werk zijn, dat ze denken van, ja man, als ik lekker bezig ben de hele maand en ik ben aan het knallen, misschien verdien ik dan wel iets. En los van geld, misschien ook iets anders. Dus toen kwam ik dit tegen. En dit is een verzameling, een kleine verzameling, want je hebt er veel en veel meer. Maar dit is wat ik ooit heb gekocht, omdat ik dat helemaal te gek vind. Maar ik heb er verder hier geen ruimte voor en los van dat hecht ik er ook niet zo heel erg veel waarde mee aan. Nu is het wel zo dat sommige van deze League of Legends poppetjes best wel wat waard zijn geworden. Veel van deze poppetjes kon je echt jaren geleden kopen voor 25 euro per stuk. Sommige van die poppetjes zijn 50 euro waard geworden, 80 euro, 120 euro. Sommige van die poppetjes zijn zelfs 200 of 300 euro. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel de juiste koper hebben. Dus wat ga ik doen? Ik ga 2 van die poppetjes op hun bureau zetten en als ze de hele maand lekker werken, krijgen ze mee naar huis. Dat is top, of niet? Ik heb eventjes gekeken naar het gras, maar het is nat. Dat komt door de dauw. Beter om het dan niet te doen. Dus vanavond, maar dan echt vanavond hoor, dames en heren, want anders wordt het echt te lang uitgesteld. En Marion die zei in één keer van, hey Enzo, misschien vind je het leuk om mij eventjes te helpen met een gezonde snicker maken. Ik weet niet of er liefhebbers zijn van snicker. Zelf vind ik Twix ook heel erg lekker. Bounty vind ik heel erg lekker. Mars, maar een ijsje van Mars, die is dan wel weer lekker. Maar goed, een snicker. Van dadels. Van dadels. Dus we hebben het hier, dadels. En we hebben een potje pindakaas. Ja, en dan bio. En we hebben hier, wat zijn dit? Gewoon chocolaatjes? Smeltchocola. Smeltchocola en geroosterde amandelen. Ja, je kan ook pinda's doen, maar ik dacht, amandelen vind ik lekkerder. Ja, want pinda's zit eigenlijk in snicker. Oké, en dan hebben we hier een bord met een Bakpapier. Oké, wil jij doen? Ja, ik wil eigenlijk wel zien hoe jij het doet. Want dan weet ik sowieso dat het goed gaat. En als ik het dan zelf een keer wil doen, dan kijk ik deze video even terug. En dan weet ik wat ik moet doen. Dus
Of als jullie het ooit zelf willen maken, let goed op. Ik heb dit ook nog nooit gedaan, hè. Maar je hoort de dadels open te maken. Pitje eruit. Oeh, er zit een pit in. Wist je dat niet? Nee, dat wist ik helemaal niet. Oh, ze zijn wel juicy. Juicy, hè? En dan leg je dit allemaal zo. Kun je die pit er ook niet gewoon uitdrukken? Ja, maar je moet hem wel openbreken, want hij moet zo liggen. Oh, dat plakt heel erg, ja. Kijk dan hoe dat eruit ziet. Oh, dat wist ik helemaal niet. En ik zag dus, ik weet niet, misschien dat iemand dat weet, dat je van die pit koffie kan maken. Van deze pitten? Ja, maar... Het ziet er nou niet echt uit. Kijk, als je zeg maar dit op de grond ziet liggen zo, deze, dan zou je het niet oppakken en opeten, eerlijk gezegd. Nee, ik denk dat daarom heel veel mensen ook geen dadels lussen. Omdat het gewoon niet heel smakelijk uitziet. Nee, maar goed. Maar het ruikt wel heel lekker, vind ik. Ja, dat wel. Maar goed, nu moeten we dus een soort bodem maken zo. En dan gaan we die helemaal zo plat drukken dat het de onderste laag van die bar is. Dan smeren we de pindakaas op. Dan doen we de noten en dan de smeltchocola. En dan heel even in de diepvries zodat het hard wordt. En dan kan je het gewoon snijden en eten. Echt een soort van kleine operatie dit. Ja, het ruikt ook wel een beetje naar rozijn eigenlijk. Dat vind ik dan niet lekker. Ja, inderdaad. Wat is dit? Dat zijn wormen, man. Nee. Jawel, van die kleine maden. Dit is echt niet. Als we dit laten zien, dan durf je al helemaal geen dadel meer te eten. Nu zitten er gewoon hele kleine klontjes in. Oh, maar nu heb je gewoon moeite om een dadel in één keer blind te eten. Oké, als jullie het willen zien, dan moet je blijven kijken. Als je het niet wil zien, dan moet je heel even een klein stukje doorspoelen. Wat is dat? Echt, hè? Wat zijn dat allemaal voor kleine muizenkeuteltjes? Ja, dat een beetje, ja. Kijk dan. Oké, daar gaat hij, de laatste dadel. Hoppakee. Nootje eruit. Hop, hop. Boom. Ja, daar. En dan doen we even deze zo dicht. En dan moet je ze even zo helemaal plat duwen met het glas. Glas? Ja, zodat het echt even zo'n goede bodem wordt, zeg maar. Snap je wat ik doe? Zo, dat kan jij goed. Serieus, dat is wel echt mooi plat. Ja, hoe jij dat zegt, dat zeg je tegen een kind op de basisschool. Oeh, dat heb je goed, hè? Alsof ik niet als verwacht dat ik een glas kon drukken. Nee, maar ik ben echt blij hoe dit eruit ziet, eerlijk gezegd. Tadaa! Lekker man! Perfect! Pindakaas op smeren? Gewoon overheen smeren. Ja, er mag best wel een laagje op zitten. En dan ga ik in de tussentijd wel de chocola van smelten, ja? Ja, zo. Keurig. Hoppakee. Zo, daar gaat van een halve pot in. Ja, we hebben wel een goede laag gedaan. Dan nu moeten deze even fijn gehakt worden. Dus moet je even met een mes, moet je gewoon even, zeg maar, zo helemaal klein maken. Oké. Echte chef-kok. Echt, hè? Oké, dit eroverheen. Zo. Verschillende groottes. Zo. Oeh, lekker zeg. En nu, schatje? Nu hebben we hier lekkere smeltchocola. En die ga je eroverheen gieten? Wauw. Dat ziet er goed uit. Heel fijn. Moet eigenlijk wel helemaal bedekt worden, die bovenkant. Ik heb meteen zo'n idee in mijn hoofd, zo'n plaatje van dat het precies een Snicker wordt. Maar dat wordt het niet, of wel? Nou, daar ben ik ook een beetje bang voor. Op TikTok doen ze alsof het dan lekkerder is dan een Snicker. Maar dat kan je niet altijd vertrouwen, hè? Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga dit denk ik even een beetje zo doen. Even glas strijken. Ja. Ja, dat ziet er beter uit. Ja, dat was een goede keuze. En dan doen we dit in de vriezer. Hoe lang? Ja, ik denk 20 minuutjes of zo, dat het gewoon even hard is, dat je hem kan snijden. Oké, en dan is het al klaar? Ja. Meen je? Ja. En dan heb je een soort van gezonde Snicker. Hoppakee. Toppie. Dames en heren, 20 minuten later. Tada. Tadaa! Tadaa! Het ging bijna helemaal goed. Oeps. Zo ziet het eruit. En we gaan eens even proeven. Ik vind het wel lekker uitzien, moet ik zeggen. Ja, beter dan wat het eerst was. Maar het is niet echt het formaat van een Snicker. Daar gaan we. Proost. Cheers. Ik moet zeggen. Ja, dat komt wel in de buurt eigenlijk. Ja, iets te veel pindakaas, denk ik. Ja, vind ik ook. Het is heel erg overheersend pindakaas. Echt enorm. Ik heb er toch te veel op gesmeerd. Het is wel echt lekker hoor. Ja, na die dadel, na het zien van die dadel, had ik er niet zoals dimmer in. Maar dit heeft mij goed verrast. Ja. In ieder geval, we gaan er vandoor. We gaan even wat moois doen met het lekkere weer. En kijk eens eventjes, de avonturier is er klaar voor hoor. Oh, sick man. Ja, sick bro. Top hè? Oh, je hebt ook even een tas. Even een tasje. Ja, ik dacht dat ook wel handig. Nice toch. Sick man. Ja. Maar even eerlijk, wat heb je nou afgezegd om met ons mee te gaan? Kapster. Kapster, ja. Ik had toch naar de kapper gegaan als ik jou was. Ja. Ja, ik
al een dagje of twee wachten. Bro, kijk mijn haar dan. Als er iemand naar de kapper moet, dan ben ik het wel eigenlijk. Ja. Weet je wat ik altijd denk? In the end of the day, je hebt al een vriendin, dus je hoeft voor niemand mooi te zijn. Ook voor haar. Daar ben ik het dus niet mee eens. Ik ook niet. Yo! Hey! Dodo! Dat is goed, maat. Ja, met jou ook? Zeker. Mag ik wel eigenlijk Dodo zeggen? Nee. Oef! Right in the field! Damn, nee, man. Ik dacht dat we Minecraft-broeders waren. Zijn we ook, man. Oké, okay, fijn. Thanks, man. Hebben we er zin in, bro? Ruzie met de gordel? Stop, auto. Jij zegt e-choppers, maar ik zie ook Solexen. Dus, wil je dat liever? Ja, het is allebei leuk, denk ik. E-chopper heb ik nog nooit gedaan, Solex wel. E-chopper. Maar chopper klinkt als helikopter. Ja, ja, dat ook. Moet ik niet hebben, hè. Ben je ooit wel eens met de helikopter geweest? Ja, 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 in game. Oh ja, Call of Duty. Ja, in Call of Duty. Maar zou je echt in een chopper willen? Nee, ik heb gewoon niks met vliegen, bro. Maar goed, ik ben benieuwd. Bro, ik zie een vlieg. Oh, ik heb niks met vliegen. En dan, ik zie een vlieg. Ik wacht altijd een leuke middag zou worden. Oké, okay, sorry man. Zag je die geëditeerde vlieg niet in beeld? Oh, oh, als die editor dat doet, hè? Dan heb ik nu een vliegenwerper in mijn hand en dan... Is hij dood. Wow, dat was een goede hit. Oké, okay, let's go. Milan, wat ga je huren, bro? Oh, je bent de route aan het bekijken. Ja. Moet ik even zeggen wat er echt is gebeurd nu? Hey, vliegveld. Zullen we die doen, bro? Ik zag hem ook al ertussen staan. Ik heb gewoon langs. Lijkt me wel leuk. Moet ik even exposen? Wat? Nou, dat jij mij meevraagt voor dit en dat het eigenlijk Wouter's ding is. En ja. Ik vind het hartstikke leuk. Nee, ik vind het eerder lullig, want er staat er... Ja, lullig voor mij. Ja, maar oké, okay, gaan jullie maar kijken welke route en zo? Oké, oké, oké. Weet je wat er gebeurde? Ik zei tegen Wouter van, joh, Wouter, we kunnen wel even... Wow, dikke John Deere! Hier recht voor onze neus. Ik vertel het verhaal straks wel. En er zijn hier alpaca's. Kom, schatje. We hebben toestemming om door deze poort te gaan. Kijk, daar zie je de John Deere. En dan komen de alpaca's komen vanzelf. Even kijken, gaat die open? Hoppakee, kom maar, schatje. Kijk, doen we hem weer dicht natuurlijk. Hier, check dan. Daar is die John Deere. Hoe nice. Hey, kijk hem liggen daar. Zo droog. Hey. Kijk zo kijken in dat schuurtje. Hallo. Hoe leuk is dit? Hey. Hallo. Hey maatje. Hallo. Zo mooi hè, deze beesten. Of deze dieren moet ik eigenlijk zeggen. Beesten klinkt niet altijd zo nice. Zullen we hier binnen ook even kijken? Ik zoek een bruine. Ja, je zit achter lekker te eten. Hallo. Hey. Hij denkt, wat moet jij hier in mijn schuur? Oh, die andere is de bodyguard, denk ik. Ik denk dat dit de grotere is van die. Oh, die bruine is zo mooi ook. Hé! Hey. Ik kom te kijken naar jou. Zo te eten. Hallo. Hey. Hallo. Oh, kijk dan. Dieren vinden mijn camera's altijd super interessant. Oh, ze is... Wow. Bruh. Ik ben aan het zoenen, bro. Hey, mag ik je aaien? Zo, even een lekker zacht nekkie. Wow. Dit is fijn, zeg. En jouw haren, mag ik die ook? Oh, wow! Hey! Hi, maatje. Gaan jullie naar buiten? Doe maar, gaan we naar buiten. Oh ja, dat is lekker zacht. Heel zacht. Kijk, ze gaan lekker naar buiten. Nee, ik doe niks. Hoi, joh. Doeg! Hey. Echt fijn, hè? Kom maar, maatjes. Kom maar. Ja, neem ze maar mee, hoor. Echt mooi. Ja, ja! Ga maar mee met Marvin. Doe maar. Het zijn zulke droge dieren. Ongelooflijk. Ja, lekker hè. Oh, dit is lekker. Zo, wat fijn. Ja hoor, ze komen schat. Dit is zo schattig bro. Kijk dan, dit kapsel. Zal ik even een hanenkam maken? Zo schattig dit. Hé, hey, wat wil je? Wat wil je? Ik heb je been aan. Kunnen ze spugen? Echt? Wow. Hé, hey, maar dat doen ze alleen als ze je niet mogen. Dus tot nu toe zit ik goed. Het zit echt zo erg jouw been te raken. Wat heb jij vanochtend gedaan? Ja, ik heb me vanochtend ingesmeerd met kaas. Oh, ja, dat is ook oh kaas. Hij hoort kaas. Maatje, wat ga je doen? Oké, okay, nou, ze zitten lekker te chillen hier zo. Wij gaan even ons voertuig pakken. Let's go, Wouter. Zo, nu ben je denk ik zo'n stoere boy. Oh, hij gaat wel vanzelf inderdaad. En weg was die. Hey, oh. Oh, hij is echt gewoon. Ik doe helemaal niets. Hij is ja, top. Dat is wel leuk, ja. Ja, doen we dit toch? Nice, ja, want er is dus een verschilletje. Met fatbikes hoef je geen helm op. En met e-bikes moet je wel een helm op. Dus en wij dachten, het is zo warm vandaag. Zonder helm is chiller en ze gaan net zo hard. Dus, maar hier zit geen gaspedaaltje op, dus echt fietsen. Gewoon echt fietsen. En zo weet je fietswerk, want hij heeft deze de vijver gereden, zo eentje. Ik heb zo eentje inderdaad in de vijver gereden, ja. Ja. Dat gaat heel makkelijk, hè? Echt, hè? Fietsen. Jij vindt het cool, hè, dat je nu eentje zelf hebt.
fatbike, man. Ja, jammer. Ik had wel achterop gulden, ja. Ja, dat snap ik. Maar ja, is mij weer nog niet. Nee, dit wordt nice, dames en heren. Lekker met het mooie weer. Kijk, dit zijn van die Solexen. Die kan je dus ook huren. Dat is echt zo'n motortje wat de voorband aandraait. En dan kan je lekker toeren. Dat is echt een heel oud motortje. En hier heb je van die e-bikes. Maar goed, we nemen dus de fatbike. Anders hadden we deze gehad. En hier zouden Marjan en ik met z'n tweeën opgaan. Want je hebt daar ook zo'n zitje achter. Ik dacht, dat is wel romantisch. Dat is wel schattig. Maar we gaan nu apart. En wat zie je de stoel uit, bro? Hey, thanks, man. Heb je er met opzet voor gekozen om zo sick uit te zien vandaag? Sorry, bro. Oké, dan gaan we. Let's go! Woehoe! Wow, heel veel mensen zeggen dat ik dit ook moet kopen voor in de achtertuin. Kijk, dat is zo'n grasmaaier. Maar ik vind het nu nog veel te leuk om zelf te maaien. Maar misschien ooit in de toekomst. Maar voor nu maai ik nog... Oh, ze gaan er vandoor. Zelf. Zonder moeite. 23 kilometer per uur. Ik doe echt gewoon bijna niks. Heel nice dit. Holy shit! What the fuck, bro? Oh my god! Yes! We kunnen weer! Woehoe! Oh my god! In één keer veranderde dat pad naar zacht zand. 25 km per uur en dan in één keer boom, zacht zand. Dat was niet handig. Is het dicht? Ik denk het wel. Oh nee, tweede plek waar het dicht is. Ik weet nog wel een ander leuk plekje. Ik zal even kijken. Nee, ik weet niet wat dit is, maar volgens mij is het een soort van landgoed van iemand. En je hebt hier in Maarn, hier om de hoek, heb je ook twee families die zijn gewoon eigenaren van de helft van het dorp. Wow. En volgens mij is dat hier ook zo waarschijnlijk. Hier weet ik niet zoveel van, alleen dat hier dus een restaurantje is, maar... Ik weet nu ook dat die dicht is. Ja, oké. Nou, dat weten we dan wel. Waar is die piramide dan? Dit is volgens mij wel het einde van de mountainbike-route. En dan gaan we via daar fietspad weer terug mee. Ja, Marjan en ik hebben hier wel eens gemountainbiked inderdaad. Wat vind je nou leuker? Mountainbiken of dit? Mountainbiken. Mountainbike veel leuker? Nee, het is daar. Die kant moeten we op. Maar we kunnen wel via de weg, dan weet ik sowieso. Want er is daar geen pad heen. Die kant op? Ja, is goed. Wouter is echt zo'n papa. Jongens, kom! Ik kom al. Nee. Wat heb je in je rugzak, papa? Dat zie je straks wel. Oh, deze papa die is even de route aan het uitzoeken hoor. Nog een papa. Het gaat goed! Ja, dat... bro. Dat heeft hij net al gekeken. Nee, maar ik zit op de route van die we hebben meegekregen. Oh. Hij niet. Hij doet maar wat. Ja, dat is wel waar. Ja, ik doe wat de meneer zei. Oké, goed zo, bro. Kijk dan, wow, yo, er is iemand op de vlucht. Zie je dat? Er wordt een seizoensmedewerker gezocht. Ik vraag me echt af wat hij gedaan heeft. Zo heb ik het nog nooit bekeken. Nee, ik ook niet. Wel een goeie. Maar ze zijn op zoek naar een seizoensmedewerker. Ja, ik zie ook altijd van zoeken nog mensen de afwas. Die worden gewoon gezocht. Waar is die piramide? Wow! Wat? Oh my god! Niet normaal! Kijk dan! Ik heb het nooit gezien. Check dan. Ja, het staat al een tijdje. Het zit daar bovenop, een antenne. Ja, ik ben er één keer geweest. Nice, hè? Ik ben al boven geweest. Helemaal niet, joh. Dit is wel cool, hoor. Ja, vet, hè? Het is zo random. Ja, het is heel random. Waarom zit het hier? Nou, het is echt een aantal jaar geleden dat ik het heb gelezen. Maar volgens mij was het dat in de tijd van Napoleon, toen hadden op een gegeven moment dat de Fransen hier waren. Er waren allemaal krijgmachten. En als de oorlog voorbij is, ja, die vervelen zich dan. Dus die zijn op een gegeven moment zo'n monument gaan maken voor... Iemand, er stond hier eerst een kamp. Echt? Ja, kamp Austerlitz volgens mij. Ik zal het even opzoeken, dan kan ik het echt goed vertellen. Dus het is wel gewoon serieus iets van vroeger? Het komt uit de tijd van Napoleon, ja. What, dat is wel echt nice. Oké, laten we daarin gaan. Ja, en dan krijgen we uitleg. Dan ga ik het echt vertellen. Juist. Dit was uit mijn hoofd. Oké, nice. Ik ben benieuwd. Dit is van Napoleon geweest. Nee, niet van hem. Oh. Hier woonde die, daarboven. Wat? Niet van Napoleon. Jij hebt meteen zo'n fantasie en dan denkt hij meteen, oké, Napoleon die woonde daar dus. Ja, dat dacht ik. Er staat wel hier speelplezier voor alle leeftijden, dus misschien speelde hij er vroeger. Dat was een speelkwartier van Napoleon. Ja, precies. Dit is wel een vet shot, maar hij is dicht. Ja. Ben je wel eens boven geweest? Nee. Oké, ik vertel je. Op deze centrale plek in Nederland had de Franse generaal Auguste de Marmont
in 1804 een legerkamp opgericht. Waar hij in een paar maanden tijd verschillende bataljons wist samen te smeden tot één groot, goed getraind leger. Dat zou de Britse vijand kunnen verslaan bij een eventuele herhaling van de inval in 1799 natuurlijk. Die kennen we allemaal, toch? Precies. Ja, die inval ken ik nog wel. Nou ja, dat was, toen waren we jong, 1799, maar tevreden over de militaire kracht van het nieuwe leger en tegen verveling van zijn soldaten, liet hij in de herfst van 1804 dit monument bouwen. Geïnspireerd op de piramide van Giza uit Egypte. Zelfs dus de trapvormige oppervlakte van de piramides liet hij imiteren. Nou, het is, eigenlijk hebben ze dus dat gras erop gelegd om te zorgen dat de wind niet zoveel schade kan toebrengen. Want anders zou die misschien wegwaaien. Maar hij klinkt een beetje als een YouTuber. Gewoon content kopiëren. Ja, precies. En gewoon... gewoon echt een gekke stunt doen voor views. Ja, ja. Ja. Nog een heel lang verhaal. Vertel. Ja. Je staat er ook zo in. Vertel. Nee, geintje. Het was al, was ja, al lang genoeg. In ieder geval de totale hoogte was 36 meter. Was inclusief, of is? Ja, er staat hier was. Inclusief de 13 meter hoge houten obelisk. Hout. Hout. Ja, dat is niet hout. Wacht, nee. Laten we even inzoomen, dames en heren. Stem nu. Is dit hout? A. Is dit steen? B. Is dit gips? C. Is dit gipswandje? Is dit riet? Of is dit een alien toren? D. Goed. Wat denk jij, Wouter? Ik denk eigenlijk dat het door de aliens komt. Ja, hè? Ja. Misschien heeft het er wel mee te maken, ja. Nou, het was in ieder geval wel dat die obelisk, die vonden ze misschien niet zo heel mooi. Dus eigenlijk was het idee van de man die het heeft geplaatst, die generaal, om daar een groot beeld van Napoleon neer te zetten. Oh. Maar daar is het nooit van gekomen. Maar dat nou, zien we. Het is flauw dat ze dat dan later niet even gefixt hebben ja. voor hem. Maar misschien kunnen wij nog wel een beeld daar krijgen. Ja. Hoeveel likes? We nemen gewoon een Napoleon snoepje mee ervoor. Ja, en dan staan wij daar zo. Ja. Of we vragen aan Madame Tussaud of we mijn wassen beeld daar mogen neerzetten. Ja. En dan gaan we van het gras ermee nee. dat de wind het niet beschadigt. Ja, inderdaad. Grasbeeld. Juist. Ja, het is wel vet. Het is serieus wel vet. Dat dit gewoon hoeveel kilometer van ons huis? Ja, zo net stond er 6. Oké, okay. Zaas. Zaas? Zaas. Kijk, en dan zijn we hier nog nooit geweest, hè? Ja, hè? 6 kilometer, bro. Ben jij al een keer in het Militair Museum geweest achter ons huis? 2 keer. Oh. 2 keer, ja, wij ook niet. Nee, dat is een kilometer van ons huis. Dat moet je doen. Dat is ook leuk, ja. Daar ben je ook geweest. Ja, echt een paar weken geleden. Vertel. Nou ja, het was in 19... Ja, dat was wel leuk. Deze zonder gekheid. Ja. Ik had de introductie al eventjes gedaan. Maar damn, man, dit was een Wouters weetje. Wouters weetje. Fantastisch. Altijd voor jullie. Fantastisch. Zullen we hem nog langer maken, de handshake? Volgende keer op de piramide. Zo staat Enzo telkens erbij. Oh ja, daar mis je nog wat. Ja, inderdaad. Echt als zo'n vader op vakantie. Jongens, spring nog eens een keer opnieuw. Ja, ja. Ik had het niet op beeld staan, jongens. Ja. Ik wil wel laten zien bij de vakantievideo dat jullie goed een duik hebben genomen. En ze maakt altijd rondjes als ze zichzelf weer smeert. Kijk, dit is altijd zo. Ja, ik zie het wel. Ah! Waarom als iemand anders het doet, doet het veel meer pijn? Nog één keer. Oh, je ziet mijn hand helemaal. Kijk hier, gewoon mijn eigen slag. Jij ook Wouter, ja. Die kuiten? Nee, je hoeft niet te slaan hoor. Oh, oké. Okay. Die rondjes. Waarom doet hij dat? Ik ga bij jou lekker smeren. Ja. Eén tikje dan. Ja, dat was wel heel zwaar. Heel Wouter, lief. Zeg goeie vrienden. Oké, okay, dat is waar. Ik vind het ook heel apart dat die mensen dan kijken hoe jij zo staat te filmen. Hoe wij hier staan. Wie is daar? Maak jezelf kenbaar. Beter kon gewoon. Echt? Kiekeboe. Ik ga filmen hoe Milan de hele tijd kijkt. Nee, maar weet je wat nog leuker zou zijn? Die ogen. Kijk, zo zit Milan de hele tijd. Alles. En mensen zitten ook zo te kijken, zo ergens op dat bankje van... Actie in 3, 2, 1, scène 1. Vrouw ontmoet man voor het eerst. Hallo, ik ben Enzo. Ik ben Miron. Nou, nou, je hebt een mooie lach in ieder geval. Jij hebt wat tussen je tanden, zie ik. Oh, wil je dat weghalen? Ja hoor. Perfect! Ja! Ja, cut! Yeah! One taker! It's a wrap! Ja, die ga ik ook gewoon zonder context op Insta zetten. Gewoon. Hey, dit is wel een goede tip hoor. Dit is wel echt leuk om iemand zo te ontmoeten en dan goed. Je zat niks tussen mijn tanden. Jawel. Ik heb nog niet weggehaald. Ik dacht dat het een pick-up line was.
Is dit ter ere van Napoleon of wat doe jij? Je ging zo dichtbij. Ik keek zo serieus. Alsof je nog nooit iemand hebt zien drinken. Ja, maar dit is wel het mooiste shot hoor. Even serieus, check dit dan mensen. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Je moet een drone meenemen. Je kan ook wel vette drone beelden maken. Zeker. Ik weet niet of het legaal is, maar pas wel. Dat was zo droog. Maar ja, dit ziet er wel echt vet uit, ja. Om daar omheen te vliegen zo met de drone, dat is wel echt heel vet. Zwaai eens in die spiegel. Hey mensen. Kijk dan hoe ziek inzoom weer. Hè. Yo, maatjes. Wow, er komt een dikke auto aan. Wow, ja, zeker. Kijk dan. Damn, ik hoorde al van ver dat het een dikke auto was. We moeten nog gewoon rechtdoor. Oké, want dit is linksaf, zei Miron. We hadden net even gekeken hier bij een tentje, maar die ging pas om 4 uur open. Dus als we hier langs gaan, hebben we terras. Als we daar langs gaan, nou, dan gaan we naar het terras. Misschien terras. Misschien. We gaan naar het terras. Ja, want we hebben net hier zo bij een restaurantje gekeken, maar die ging pas om 4 uur open qua drinken en eten. En we willen wel even lekker wat smikkelen hoor. Even een drankje doen. Lekker. Even een appeltaartje, even een gebakje beslag om. Of een lekkere bonjourna. Dat kan ook nog. Yo man. Oh, ik werd herkend. Wat hebben we hier, dames en heren? Wat wel superleuk was trouwens. Die jongen was heel enthousiast. Even nu, tijd voor een Wouters weetje. Ja, nou ja, nu kunnen jullie zien wat het na de verbouwing is geworden. Zo! Ja, ja, zieke verbouwing. Ik herken het bijna niet meer, hè, het huis. Ik herken het echt bijna niet meer terug. Ongelooflijk. Nee, maar jouw vader die is eigenaar van, toch van dit kasteel? Dit is slechts de oprit. Daarachter is het kasteel. Oh. Ja, sorry. Oh, dat is wel echt waar. Ja, mensen verwarren het vaker. Ah. Tegen die postbode. Man, loop nou door! Ik word er helemaal gek van. Wat een landschap dit, hè. Ja, dat is niet normaal. Dit is de oprit. What? Dit is denk ik het entreehuis. Ja, aan het begin dacht ik echt dat dit het was. Dacht ik ook. Ik dacht, dit is het, maar damn. We moeten echt daarachter zijn. Oké. Okay. Nou, let's go. Laten we doen. Wauw, check eens eventjes hoe mooi dit is hier. Wouter die is hier wel vaker geweest om even wat te eten of wat te drinken. Schijnt daarachter dus een restaurant te hebben. We hebben zo lekker eventjes bitter garnituur gehad en jeetje, wat nog meer? Nachos. En stokbrood. En brood. Ik ben het gewoon even helemaal kwijt. Maar wat ik wel nog weet is dat we echt een hele mooie foto hebben gemaakt, Marion en ik. Ik bedoel, check eventjes hoe schattig. Mijn meest favoriete persoon op deze aarde. Kijk dan eventjes. Zo fijn. Wat, dat was ik toch? Sorry. Wouter, Milan, kameraden. Ja, wij toch? Ja, ik dacht... Ja, net nog. Zei die van favoriete personen op het zit je vast, bro. Ja, help. Hey. Leuk dat Marion er ook bij is. Ja, ja. Waarom? Ja. Ja, moet dan maar, hè. Ja, maar ja, weet je. Nu staat de vlog aan en is Marion weer de favoriete. Ja, snap ik. Dat gaat het altijd. Voor de kijkers. Alles voor de kijkers. Ach ja, we hebben de... Het is al even aangezet, jongens. Oh, lekker. Ik ben er zo vandoor. Dankjewel. Oh, bro. Met stoken. Ja. Oh, die krabben. Ben je door een mier gebeten? Kom eens. Stop. Nee, ik zie op zee wat je gaat doen ook weer. Ik wou ook even weer doen, man. Met 5000 likes. De zak van Milan. Hé, hey, maar hoe voelt dat om na al die jaren weer een keertje te fietsen? Wow, dat begon echt als een echte lach. Je dacht halverwege, ik wil je eigenlijk helemaal niet om lachen. Klopt. Dus je veranderde hem. Wat? Ja, dat is niet leuk. Maar ik vind het leuk om te fietsen. Ja, leuk dat Wouter me heeft uitgenodigd. Oh nee, wacht. Oh ja, dat verhaal zou ik nog vertellen. Ja, dat heb ik nog helemaal niet verteld. Nou, we kwamen aan. En toen zei Wouter... Nee, toen zei Wouter van... Hey, Milan. En, dat zeg ik altijd. Hey, Milan. Ja, maar wel een beetje verbaasd. Ja, maar gewoon zo verbaasd van... Hey, Milan. Maar wel heel erg leuk. Alleen, ik had tegen Wouter gezegd, ik neem Marion mee. Ik dacht dat ik ook had gezegd, ik neem Milan mee. Maar dat had ik niet gezegd. Dus Wouter die had 2 fietsen gehuurd. 1 voor Marion en mij samen. 1 voor hemzelf. En toen had Wouter meteen zoiets van, oeh, maar ik weet niet of nou een derde fiets mogelijk is. Totdat we een schuur zagen met 1000 fietsen, dachten we, ah, dat kan vast wel. Dus nu heeft Milan uiteindelijk een fiets. En ja, dat was mijn foutje om het niet goed door te geven. Maar uiteindelijk zijn we hier, hebben we het echt naar ons zin. Gelukkig samen. Mag Wouter mee, dat is het hele ding. Precies, dat is wel nice, ja. Waar moeten we heen, Wouter? Rechtsaf. Rechtsaf? Let's go! Daar gaan we weer. Rechtsaf slaan hier! Milan is net zo'n oude opa. Die man is toch altijd zo sloom. Ik heb wel eens bosjes gehad. Ah, leuk. Grote mut. Wegwezen. Wegwezen. Zo lief om te zeggen, ga weg. Wegwezen. Dit is Sparta. Oh, je geeft hem ook 1 trap en hij gaat gewoon meteen.
Ja, joh. Zit hij goed? Ja, even muziekje aangezet. Inderdaad. Wat dan? Het is gewoon schattig om jou te zien genieten zo. Ja, ik vind dat heel leuk. Dankjewel. Ja. Let's go, schatje. Wat was dit nice zeg. Ongelooflijk. Nogmaals, Wouter. Ja, ja. Wat een top idee. Goed hè? Echt waar. Idee. Wouter die gaf eigenlijk twee opties. Die zei we kunnen chocola maken. Ook leuk. Ja, ook leuk. Alleen toen zei van ja, misschien vanwege het weer toch leuker om buiten te zijn. Ja. Dus de volgende keer ga je chocola maken. Zin in. Ja, daar heb ik ook zoveel zin in. Want Wouter heeft al vaker gezegd. En als je Wouter volgt op Insta of zo, dan zul je ook wel weten dat hij vaker chocola heeft gemaakt in het verleden. En elke keer had ik zoiets van oeh. Daar wil ik wel een stukje van proeven. Ja, maar wij gaan hem customizen. Want ik heb zo'n hele doos. Ik heb crisps, ik heb hazelnoot. Ik heb... Okay. We gaan gewoon zelf de ultieme bar maken. Nice. De ultimate bar. De ultimate bar. De ultimate knolpower bar. Yes. Wat ja. Lekker. Ja, daar heb ik heel veel zin in. Dus dat gaan we de volgende keer doen. Maar voor nu, tot morgen. Oh ja, inderdaad. Tot morgen. Superleuk. Wat een... Tot morgen. Nice. Ja. Daar heb ik ook heel erg veel zin in. Nog steeds. Hoe lang heb je hem? Ik denk 3,5 jaar nu. Wat vind je ervan? Eerlijk. Eerlijk, ik vind het echt oprecht, echt een topauto. Het enige is, en dat moet ik mensen wel voor waarschuwen, als je gewoon in de winter op pad gaat, we waren toen naar Winterberg in Duitsland gegaan, okay. Dan staat er gewoon 600 range op je teller. En Winterberg was 350 of zo. Ja. Nou, dan kwam ik echt nog aan met 50 op de teller, omdat je zit op winterbanden en het is koud en de verwarming staat aan. Dan blijft er echt niets over van die range. Ja, precies. En dan heeft deze even nog op papier 620 of zo. Dus als je echt een auto met 400, dan kom je niet in de winter in ieder geval heel ver. Nee. Maar qua luxe en optrekken en zo. Bizar. Ja, het is echt fantastisch. Ja, het is echt nice. Echt een mooi ding. Ik heb wel vaak bij jou in de auto gezeten, maar elke keer als ik in zo'n Tesla Model S zit, dan heb ik weer zoiets van oef. Zo'n luxe. Ja, het is echt nice. Ja, ik vind hem nog steeds super dik, dames en heren. En ook mooi. Gewoon wit vind ik ook gewoon de mooiste kleur, eerlijk gezegd. Je ziet ze ook wel eens met een wrap en alles, maar ik vind in het wit is gewoon clean. Serieus, wat is Wouter toch een fijne vent? Hoe je het zegt is gewoon raar. Hoezo? Serieus, wat is Wouter toch een fijne vent? Je doet er net alsof je een of andere eind van een spreekwoord hebt. Wat is Wouter fijne toch een fijne vriend? Die voel ik beter. Die, nice. voel ik meer. Vent is zo afstandelijk nog. Ja? Ja, vind ik wel. En als je kijkt naar die Minecraft-periode van jullie, vind ik wel dat je dat... Vent is gewoon raar. Dus gewoon vriend moet noemen. Ja. Dat is goed. En ik vond het super leuk dat je meeging, bro. Fijn. Vent. Nou goed, in ieder geval, die verhuur was op de hoek van ons huis bijna. Dus waar gaan we richting huis? Ik kreeg een melding dat we uit van de route afgaan. Had je serieus een route gedownload? Ja, een hele app. Oh, meer. Oh, ik dacht dat het Google Maps was. Maar het was gewoon letterlijk een app die je kan downloaden. Ja, een hele route. Dan kun je precies zien waar we zijn. Dan gaan we heel erg van de route af. Ja, inderdaad. Nou, het was in ieder geval echt super nice. Jullie hebben het kunnen zien. En we hebben weer wat dingetjes geleerd van Napoleon en shit. Dus echt, was echt nice. We zijn bijna overtuigd. Ja, dames en heren. Je hoort het goed. Het is tijd om met de dikke, vette John Deere eventjes lekker te gaan gras maaien. Kan nog net, nu het nog licht is. Dus laten we snel aan de slag gaan. Ik heb alles gegrasmaaid. Ik moest ook best wel veel doen met die handmaaier. We hebben namelijk best wel veel rondingen in de tuin. Waardoor het heel erg lastig is om met die dikke John Deere overal bij langs te gaan. En sowieso een helling kan de John Deere niet doen. We hebben hier ook best wel een lang stuk helling. Dus dit hele gedeelte moest ik met de hand doen. En ook om de bomen allemaal met die handmaaier. En hier weer helemaal met de handmaaier. Maar misschien kan je het niet zo goed meer zien. Maar het ziet er zo ontzettend strak uit. En ik voelde af en toe al een paar druppels. Dus check eens even weer wat voor mooie lucht. Dus ik denk dat ik echt perfect op tijd klaar ben met de hele tuin, dames en heren. Perfecto. Dames en heren,
dit wordt misschien mijn nieuwe lievelingspet. Oei, yo, ik vind hem zo nice. Anyways, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dat wordt hartstikke leuk, want ik had al gezegd, morgen zien we Wouter weer. Morgen zien we ook Milan weer. We gaan Thijs hier weer zien. We gaan Bas zien. Marjorie gaat misschien mee, dus het wordt hartstikke gezellig. Tot morgen om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette Piet. En ik heb me inderdaad niet geschoren. Ik heb wel gedoucht, maar ik denk dat ik dit nu straks voor het slapen gaan nog doe. Of anders morgen. Dus morgen zonder baard, denk ik. Ciao!